Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerblazen.nl. Op de satellietfoto zien we geen bewolking. We hebben dan ook een zeer zonnige start van de dag. Alleen in Brabant komen vanochtend een paar wolkjes voor, en ook her elders kan een stapelwolkje ontstaan. Maar de zon die heeft dus vooral de overhand. Temperaturen halverwege de ochtend, de graad of 17 naar 18 en vanmiddag wordt het dan 20 tot 25 graden. En daarmee is het dan merkelijk minder warm dan de afgelopen dagen, maar wat mij betreft wel echt heerlijk weer. Vanmiddag dus ook veel zon, enkel stapelwolkje en een matige westelijke wind. Vanavond gaat de wind vrijwel liggen en dan blijft het verder droog en vrij zonnig weer. Temperaturen halverwege de avond zo tussen de 17 en 22 graden. Morgen komt de wind eerst uit het zuidoosten. Later op de dag draait hij naar zuidwest tot west. Eerst is het droog met geregeld zon, maar in de middag en avond komen er buien. En zoals u ziet, met kans op onweer en we hebben ook weer hoge temperaturen, misschien in Limburg 30 graden. De hitte is woensdag en donderdag weg, dan halen we amper de 20 graden, maar het is stevige wind, vooral in de kustprovincies, en het wordt uh, ja, frisjes met enkele buien. Vrijdag gaat de temperatuur weer iets omhoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.